Dat is meer geluid. Ja. Maar dat ding werkt. Ik voel me zo oud altijd. Je bent ook oud. Je bent jonger je bent dan ook ons. Oud. Nee, dat is niet waar. Bert is de jongste. Bert is van 73. Bert is van 73. Ben ik de jongste? Ja. Nee. Ja. Jawel, wij zijn alle drie van 72. Jij bent van 73. Ah. Jij bent de jongste. Dus je ziet er het slechtste uit, maar je bent wel... Nee, dat is ook niet waar trouwens. We zijn al begonnen, jongens. Het is vandaag woensdag 7 april. En ik zit hier via Zoom tegenover Adriaan van den Hoof, Alex Agnew en Bert Gabriels. Hoera! Jee! Is hier een applaus. Welkom, welkom. We zitten hier tegenover elkaar omdat ik iets wou doen rond 15 jaar de Joker. Open gaan zou ik graag gedaan hebben, maar dat ging dan niet. En toen, bedacht ik mij dat 9 april 2006, dus niet morgen, maar overmorgen eigenlijk, dan is het 15 jaar geleden dat de allereerste Joker comedy show was. En jullie drie waren de line-up. Mijn god, man. Toeval. Nou, onwaarschijnlijk dat jullie nu net via Zoom aan de lijn hebben. Wat heb je nu? Alright, zie je, het is toch een beetje feest. Toch een beetje ja, het is een beetje kei feest. Goed. Toch een klein beetje. Ik heb dat met een Superman en een Daily Planet. Ja. Ik ook! Ik heb die nog! Dat is ook met die een hond bij en zo, ja. Er zijn zo verschillende. En op een wekker, en als die afgaat, vliegt Superman rond ook. Dat heb ik ook. Ja, cool. Fantastisch. En de verhaal. Ja, fokker. Oei, nu begint met tv te babbelen. Lieve vrienden, nee, dus... 15 jaar Café de Joker. They're here. Die begint nu ineens uit het niks begint hij te babbelen tegen mij. 15 jaar Comedy Joker. Ik vond het wel leuk om de allereerste comedy show te zien. Te zien. Ik kon er natuurlijk niks niet naar kijken. Maar het gave is wel dat er toen in het publiek altijd fotografen waren. En dat ik dus fotografische bewijsstukken heb van die dag. En daardoor wist ik ook dat Bert Gabriels gespeeld had. Oké. Okay. Hoe wist dat niet meer? Affiche... Omdat je dat uit uw geheugen gebannen had. Nee. Ja, dat was het. Ja. Ja, nee, want ik kan... Wacht, ik kan via... Oh nee, nu doe ik alweer iets fout. I was trying desperately to forget. Bert Gabriels. Bert Gabriels. Wacht, that name shall never be mentioned again. Want het allereerste... Kunnen jullie dit zien? Ja. Dit was de allereerste Joker poster. Ja, poster kun je het nauwelijks noemen. De Joker affiche waar Comedy at the Joker, zondag 9 april. Zelfs jullie namen niet op, want ik vond dat jullie niet bekend genoeg waren. Alex en Adriaan. Maar van Bert is geen sprake, ten onrechte. En ook heb ik gezien, 9:30 beginuur. 21:30. Kijk eens aan. Dat is ook veranderd, hè? Dat is ook veranderd. Ja. Hoe komt dat dan Bert daar niet bij stond, dan? Ik weet het niet. Hoe Bert daar dan ineens... Ja, omdat... Ik heb geen idee. Weten jullie daar nog iets van? Ja. Er waren toen van mij nog geen foto's. Omdat jij toen nog in de jaren 20 leefde, eigenlijk, Bert. Nee. Er waren alleen nog rare tekeningen van Bert Gabriel. Nee, maar hoe... Kunnen jullie er nog iets van herinneren van die eerste keer? Goh, ik niet eigenlijk. Iemand? Nee. Jawel, ik wel. Ja? Want ik weet daar nog heel veel van, want dat was voor mij ook de eerste keer dat ik dat ging doen. Oké. Okay. Dat was voor mij de eerste keer. Dus ik had Alex al heel veel gezien in de scène. En ik had een Bert ook al gezien. En ik kende de Fokken al eeuwen. Maar voor mij was dat de eerste keer dat ik zoiets ging doen. Maar heb jij nooit... ik heb daarvoor nog nooit iets gedaan. Alleen maar Communicazino toch wel, of niet? Ja, dat wel. En in de vooruit, als Nigel en Alex mij op podium hebben gestampt... Ja, precies. Ik van, los het op. En toen had ik iets gedaan, maar dat was de eerste keer dat ik zoiets ging doen. En ik weet nog wat ik gedaan heb. Namelijk, dat was een sketch van de Marina's in Nijlen. Ah ja. In de Hunkemuller. En dat weet ik nog. En die zit nu ook in de nieuwe voorstelling, omdat dat zo de eerste sketch was ooit. En dat was de eerste keer dat ik Bert eigenlijk ontmoette en zag spelen. Ja. En dat ik dacht, in echt is die niet zat. dat is gewoon een hele lieve, intelligente, leuke man. En dat is niet een soort
zat een vreemde man. Kijk. En Alex had ik wel al een paar keer ontmoet. Dus maar zo jong, joh, fucking hell. Dus ik heb wat die foto's gevonden. Ja. Dit is een foto van een zeer jonge Adriaan. Hier is hij aan het MC'en. En daar hangen nog nauwelijks foto's aan de muur. Hè? Dus de evolutie van de muur, van de Joker, van de podiummuur, zeg maar, is ook zo. Ja. Toen heerden nog maar drie Jokers en drie zaken. Juist, amai, jong. Maar ja, dat was... kijk, hop, mensen uit het publiek. Hier met die Brian Bolland Joker erachter. Hier is hem. De eerste act. Godverdomme. Dus Adriaan was MC. Deze is ook een goede foto. Deze is zo ook de blik van... Als ik de micro er al uit krijg zonder dat een draad eruit valt, dan zijn we goed begonnen. Zijn we al half vertrokken. Ja, en roken op café ook. Ja, dat waren mooie tijden. Heerlijk. Kijk, zie je hoe kaal dat podium was. Oh, boys. Ja. Hier, ja, voilà. Dit is de maldere look nog een beetje, hè, Bert? Ja. Ik kwam toen net uit de sloot. Maar je had wel al goede bits, hè? Want Alex en Bert, jullie zijn allebei in 2006 in première gaan met jullie avondvullende shows. Klopt toch, hè? Ja, ik wel. Ik ben er zeker van. Kaboom is van 2006. En ik denk Gestorven Onzin van Bert Gabriel. Zijn eerste show Gestorven Onzin is ook van 2006. Ik weet het niet. Ik heb het gewikipedia, jongens. Geloof me nou. Maar ik ging ervan uit dat je eigen carrière wel een klein beetje zou kennen. Maar dat is niet erg. Hier, kijk. Een lachende Bert Gabriel op de foto. Wauw. Ongelooflijk. Ja. En hier is de MC. Dus jij was de MC die avond, Adriaan? Ja, dat weet ik nog. En ik was heel zenuwachtig toen. Ja. Dat weet ik ook nog. En zeker omdat Alex er was en dan Bert. En dan dacht ik van, shit, dat zijn echte comedians. Dus ik moet zo nu... Je ziet ook, als je een foto teruggaat... Ja. Dat ik ook een papier in mijn zak had. Ja, klopt. Met daarop notities die nooit gebruikt zijn. En die zitten nog altijd in die trui, die ik nooit gewassen heb daarna. Ja. Maar die notities, misschien moet ik die nog eens gaan zoeken. Moet je die nog eens zoeken en komen daar nog goede comedy bits uit? Nee, maar en hier is de... Oh my Alex god. En comedy, eerste keer in de Joker. Met de ringbaard. Eigenlijk niet. Dat zijn twee bakkenbaarden. Of twee hele lange bakkenbaarden. Op de kin is er helemaal niks aan de hand. misschien dat je het in een andere foto beter ziet, maar... Ja, inderdaad. Voilà, zie je die. Kijk, voilà, hier is... Ja. Weet jij nog iets van dat optreden, Alex? Of kun je daar ook... Want jij hebt ook in die periode... Niks. Ik heb gecheckt. Nee? Ik heb intussen ook een paar tattoos extra laten zitten, heb ik gemerkt. Dus ja, dat is ook al anders dan toen. Voor de rest was mijn t-shirt te kort. en een beetje te spannend ook. Deze foto zie je dat de gast op de eerste rij je boek voor... Die moest waarschijnlijk je aantekeningen laten zien. Zie je dat? Goh, ja, dat kan wel. Goh, ik weet er echt geen hol niet meer van, om hier eerlijk staat, te zijn. Alex, Adriaan was zijn eigen al aan het bezetten voor tussen dingen door. Zo. Dus, ik dacht van, goed. Holy fuck, what is this? Dat zijn de foto's. Ik vind het wel echt heel leuk om die te hebben en om dat terug te kunnen zien. Ja, ongelooflijk. Dus, ongelooflijk. Ja. Maar, ik vond dat wel een spannende avond, dat moet ik wel zeggen. Dat... Ook enerzijds omdat je beslist had, ik weet nog dat je bij mij... Als een soort, en ik snap dat je bij mij als een soort vader langskwam, om te zeggen van, ik ga nou een café open doen. En moet ik dat dan wel doen? En ik ben mee komen kijken toen, dat weet ik nog, in de Joker. En dat ik dacht van, dat kan wel eens iets worden. En dan zeker omdat je dat met Jasmin ging doen, dacht ik van, je moet dat doen. Ja. Maar dan hing ik er ook wel aan. Namelijk de eerste maanden, denk ik, dat ik elke zondagavond... Wel moest opdraven voor toch een aantal. Toch wel een aantal, inderdaad. Waarom mijn en manager Alex ook zei... Maar Alex was natuurlijk... Die was getrouwd met de Joker, dus die had geen keus. Maar Alex en ik hadden het er maandag nog over... dat ik redelijk goed in voor de kar spannen ben. En dit is wel misschien het startpunt...
van mij nog koning van professioneel voor de karspudder. Dat is gewoon zeggen, als jij belt, dan moet ik al denken, wacht, hè, moet ik nu nee zeggen? Nee, dat kan ik niet. Ik kan niet nee zeggen, dus ik moet ja zeggen. En dat, ik denk dat heel comedy of eender wie in Vlaanderen zoiets heeft van, ja, nee, je kunt niet nee zeggen tegen de nee, op een gegeven moment werd er op zondag niet meer de telefoon opgepakt als ik belde. Dat is ook wel zo. Dus ook, ik kon ook gewoon bellen voor iets normaal. Niemand vertrouwde nog als ik ging bellen. Nee, dat is zo, in Hollanders vroegen dat wel eens. Wat moeten doen om in de Joker te gaan spelen? En dan zeg je ook altijd, ja, nee, wij worden gebeld. Wij moeten nee zeggen de hele tijd. Oh, fuck. Maar ik vond wel echt leuk, ja, die eerste keer. En ik, in mijn geheugen zat er ook een soort tijdje tussen 1 april openen en dan de eerste comedy. Maar blijkbaar was dat gelijk anderhalve week later. Daar kan ik me allemaal niet meer... Ik dacht dat we daar nog... Maar toen, het was toen ook nog ja, niet... ik weet nog dat jij... Dat... Ja, zeg maar. Wanneer ze de jij beginnen MC'en eigenlijk, fokken? Dat weet ik eigenlijk. Wanneer ze dat de jij dat beginnen doen? Niet meer, maar niet... Ja, dat moet ik dan eens terugzoeken of ik daar in die foto's kan zien of dat daar al... Maar misschien moeten we dat aan de slachtoffers vragen. Aan de slachtoffers? Aan de vele, vele slachtoffers. De slachtoffers die uitgescheten zijn door meneer Van der Meulen. Want ik heb wel gezien dat we in 2006 hebben ongeveer 31 shows gedaan. Dus nog niet letterlijk elk weekend, elke week ene. Die regelmaat van woensdag en zondag is pas later gekomen. Maar Bert, jij had toen wel al... Wanneer ben jij precies begonnen? 2004. Dus jij was al 2 jaar maar, bezig? Ja. Ja, 2004. Op eind 2004 heb ik in Amsterdam, in de Engelenbak, zo'n open podium gedaan. Ja. En toen speelde ik een keer per maand of zo. Hè. Er waren toen nog niet zoveel speelplekken als dat er nu zijn natuurlijk. Ja, en ik kwam in België ook bijna niet. Ik was eigenlijk in Nederland, dat mijn theatergezelschap was in Maastricht. Mm-hmm. En dus ik hing wat in Nederland rond. Ik heb pas... Mijn eerste ding in België was van Stefan Poeken. Ah ja. Dus die nog altijd een boeker is nu. Mm-hmm. Die toen zo alles organiseerde. Ja. En dan pas... in Gent was dat. En dan pas ben ik in België terecht. En dan ging het sneller. Dan was er zo, kwamen er een paar optredens per maand. En dan de scènes en dingen. En dan vanaf de Joker was er plotseling meer of zo vanaf dat jaar. Maar in het begin speelde ik weinig. Zo. Ja, en dan had je niet zoveel try-out mogelijkheden om... Want als je dan in 2006 met je avondvullende in première bent gegaan, dan moest er toch 90 minuten materiaal staan. Wel, ik snap niet dat ik in 2006 première zou gehad hebben. Ja, volgens Wikipedia wel, Bert. Misschien ligt Wikipedia, hè, fake news, zou allemaal kunnen. Maar volgens Wikipedia is gestorven ontje naar 2006. Wat zeg je? Ja, heugen heb ik ongeveer toch minstens een jaar met 1 kwartier gedaan. Ja, ja. Ik weet nog dat het heel moeilijk was om over het half uur te geraken. Dat ging maar niet. Alles wat ik bijschreef, dat kwam er niet bij in tijd en zo. Zei jij niet altijd, was die jouw vaste zin? Heeft er iemand zin in stand-up comedy? Dan moet je eens hier komen staan. Was dat niet jouw openingsjoke? Nee. Dan moet je hier komen staan, dan is dat over. Ja, precies. Ja, ik denk wel dat ik elke try-out... Oh. Van alle voorstellingen. Ik denk dat... Jan is even stilgevallen, dus ik denk... Je hebt try-outs van alle voorstellingen gedaan met mij, ja. Nee. Ik heb alle try-outs van een band in de Joker gezien, denk ik. Ja. Hoi. Gaande van een kwartier tot een half uur, tot een uur, tot langer. En van een Alex ook een paar, denk ik. Maar van een Bert, dat weet ik, dat is altijd zo... Allee, omdat jij ook altijd aan mij vroeg, wil je geen try-out doen in de Joker? Ja. Wat ik altijd gedaan heb, maar ik deed geen try-out. Namelijk, ik kwam vertellen aan de mensen wat ik van plan was om te doen. Ja, hoe de voorstelling eruit ging. Ja, dus ik beschreef eigenlijk van, dat ga ik doen. Dan kom ik zo overgevlogen met een touw. En dan was het zo. Voilà, ja. Dus dat was altijd zo beschrijven van,
ik ben van plan om dat te doen. Terwijl, dat vond ik fascinerend bij Alex of bij Bert, dat er try-outs gedaan werden, namelijk met een schriftje. En oké, deze mop marcheert niet, weg. Oké, de volgende. Mm. En ja, dat vind ik wel ongelooflijk fascinerend. En ik weet nog bij een Bert dat... Ik heb ooit een try-out gezien van een Bert die inderdaad een kwartier duurde. En dat hij zei van, voilà, en nu kan ik verder aan mijn voorstelling werken. En dan dacht ik van, shit, maar dat was nog maar een kwartier. Ja. En jij moet over 3 weken in première gaan. Hoe gaat het dat doen? Dat is niet veranderd, hè, Bert. Die bonus operandi heb je nog altijd wel een beetje. Ik denk dat ik het meeste van Alex in show, zeker in het begin, ook allemaal in de Joker heb gezien. Hè? Ja. Ja. Ja, veel van die dingen zijn daar ook wel ontstaan. Zo. Er waren ook echt momenten... Ik denk zo een van mijn befaamde spuiten- of gutsenstuk was letterlijk een moment van pure eerlijkheid. Dat je dat er in je zut smeet op het podium. Dat stond niet in je boekje volgens mij. Dat spoort eruit gewoon eigenlijk. Ja. Dat is zelfs in mijn laatste show bijvoorbeeld, dat stuk met het afrukken in de notto, dat ik heb verteld aan de toog. Ja. En dat iedereen met tranen in zijn ogen zei, deze moet op een podium doen. Ja, ja, ik weet dat ik dat gezegd. Ja, ik weet dat nog. Dat ik nog dacht van... Jongen, dat was toch niet de bedoeling dat ik dat op een podium ga vertellen. Maar ja, natuurlijk, de hoer van de lach in mij zegt dat natuurlijk direct. Haha! Dus ja, dan doe je dat uiteraard wel. Maar er is wel veel ontstaan in de Joker, sowieso. Dat weet ik wel. Omdat dat ook was... Ik denk dat voor ons allemaal wel, als je zo aan het try-outen zit, dan... Ja, elke keer dat ik kon, deed ik dat ook wel daar. En je hebt zo die... Je voelt toch die... Tegelijk ben ik zo extra zenuwachtig voor de Joker, zo, nog altijd. En aan de andere kant, als ik dan bezig ben, dan denk ik ook volledig thuis of zo. Ja. Echt compleet op mijn gemak dan ook tegelijkertijd. Dus dat is iets heel raar, maar... Want dat is iets waar ik wel heel trots op ben, dat veel comedians dat wel hebben. Hebben jullie dat ook, Ad en Bert? Hebben jullie ook zoiets van... Bert, jij doet je einde maands in de Joker. En dan kom je ook altijd aan en zeg je, ik heb niet genoeg. En dan begin je eraan en dan speel je een uur. Elke maand, dus dat is kei gaaf. Maar is dat voor jou ook een soort rust of een thuiskomen? Of hoe voel jij dat? Ja, jawel. Er zijn weinig plekken waar dat kan, hè. Dat soort van try-outen. Ik denk dat ik bijna alles wat ik ooit gedaan heb, allemaal voor de eerste keer in de Joker heb gedaan, omdat ik daar toch het meest op mijn gemak ben om het voor de eerste keer te doen. Ja. Echt, ja. En dat komt... Ja, misschien omdat je die plek inderdaad goed kent, terwijl dat je... Wat Alex zegt, is wel, je bent altijd super zenuwachtig, want je kunt er geen fuck doen dat je al een keer gedaan hebt. Nee. Om het even welke plek waar dat je komt, als het niet marcheert, dan doe je een stukje van vroeger. Allee, ik ben dan misschien... Gewoon, allee, en dan speel je zat. Ja. Doe ik het nog een keer zat? Of zo? Nee, maar dan... Ja, doe hetzelfde, maar dan zat. Maar dat in de Joker gaat dat niet, omdat je daar zoveel keren staat, dat lijkt alsof dat publiek die daar zitten, dat dan allemaal al... Of zouden weten of zo. Weet wat natuurlijk niet zo is, maar dat gevoel heb je wel. Hey, en ja. Adria, hoe is het met jou? Want natuurlijk in de begindagen kwam jij er veel. En nu is dat incidenteel. Als ik je eens inderdaad voor elkaar span of zo. Als we eens iets verzinnen. Want je hebt wel... je komt wel af en toe zo'n mop doen of een impro ding meedoen of zo. Maar, en of om te try-outen voor een nieuwe show. Want ik had gezien in jouw nieuwe show, Achterklap, is van 2008. Dus die shows in de Joker in 2006, dat waren ook jouw eerste materiaal dingetjes wat dat betreft. Ja. En dat was, en nu nog altijd. Dus ik haat try-outen. Ik bedoel, Satan heeft dat uitgevonden volgens mij, om te try-outen. En ik snap dat Alex dat leuk vindt, want die is een Satan-believer. Maar ik haat dat. En dat heeft te maken met mijn theaterverleden, namelijk dat wij voorstellingen maakten en we zagen wel wat er gebeurde. Ja. En nu doe ik dat al meer om de vorm te krijgen, ook omdat ik muziek
We hangen even vast, denk ik. Met weer, ja. Dus dat is een heel ander systeem nu, omdat er muzikanten meedoen en zo. Maar ik merk wel dat ik, als ik dat doe bij u in de Joker, namelijk uitleggen wat ik ga doen, ja. Dat mij dat een soort gemoedsrust geeft. Ah ja, de mensen snappen wat ik van plan ben om te doen. Ja. En eigenlijk zou ik graag eens een voorstelling maken dat ik gewoon tegen de mensen uitleg. Welke voorstelling je gaat maken? Dat de voorstelling ook is. Ik zou graag eens doen, gewoon uitleggen. Ja, natuurlijk. Zoals ik heb al eeuwen in mijn hoofd een begin. ik heb jullie al 1000 keer gezegd. Het ultieme begin van een voorstelling. Namelijk het doek gaat open en je ziet een prachtig decor. Een design decor met een trap en designmeubels en dit en dat. En ik kom op in een kamerjas met een kop koffie. En ik drink daarvan. En ik zeg, wat een avond was dat gisteren. En ik wil die kop ergens neerzetten. Het doek gaat toe. Het doek gaat terug open. En heel dat decor is weg. En die tas valt op de grond kapot. Maar de rest van de voorstelling blijft dus spelen alsof heel dat decor daar is. En dat zou ik zo graag eens doen. Dus ik zou graag ook eens een voorstelling maken met alleen beginnen van voorstellingen. Ja, dat is altijd... Ja, dat is een van uw beste stukken, vind ik, van vroeger. Dat stuk over dat jij vertelt in een theater gewoon zitten. Ja, wel, dat en, zit nu in de nieuwe voorstelling ook. En het doek gaat open en je hebt in ene minuut al... Allee, de eerste oogopslag het al door. Het al door. Ja, ik ben hier gekloot, hè. Ja. Deze is 2 uur van mijn leven naar de zak. En iedereen dat al ooit heeft gedaan, herkent dat. Ja, ja. Natuurlijk. Ik had zo'n lief waar ik vroeger mee naar theater ging. En ik heb letterlijk zo van die voorstellingen gezien. De lichten gaan aan op het podium. Ik zie die er zitten en ik denk, ja, deze is kak, hè. En dat is ook altijd waar, hè. Dat is ook het beste van allemaal, ja. Ah, wel, maar dat zit nu in mijn nieuwe voorstelling, waar een soort compilatie zit dat erin. Ah, ja, okay. Namelijk het doek gaat open en je denkt... Ik ben gecharreld. Ja. Ik ben gecharreld. Ik ben 80 euro kwijt. Ik ben 3 uur van mijn leven kwijt. En ik ben gecharreld. En ik moet kijken naar naakte vrouwen in Mali en Kolder. Punt. Ja. Ik ben gecharreld. Ja. Ja. Maar dus, jij hebt daar nog voor gestudeerd, zo... Bert, voor naakte vrouwen in Mali en Kolder. Ik heb dat nog geregisseerd, geloof ik. Ja. Geregisseerd. Ja, oké. Okay. Ik vond vooral die ene dat hij zo in foetushouding op de grond lag en dat we al wisten, het is een moeilijke dansvoorstelling. Voilà. Zo, dat is ook altijd al goed. En die gast had daar 3 jaar voor... gestudeerd. Mm-hmm. Ik denk het, hè. Ja. Af en toe val je weg, Adriaan. Dus af en toe moeten we invullen wat je zegt. Ik zeg gewoon, die gast heeft daar 3 jaar in Parijs voor moeten studeren om zo naakt in een foetushouding op het podium te liggen. Ja. 2 uur bij te Marcel blijven liggen. Marceau. Ja. Ja, voilà. En moeilijke muziek. En dan ineens moeten applaudisseren. En zie iedereen naar elkaar kijken. Ah, het is gedaan. Oké. Okay. Ja. Maar, maar dat vond ik, dat is mijn kantelpunt geweest ook. Namelijk van wat ik heel graag gedaan heb, toneelspelen en nog altijd graag doe. En acteren en dit en dat, naar jullie tegengekomen, namelijk de Bert en Alex en een hele hoop andere gasten. En dan denken, misschien is dat wel veel leuker dan inderdaad het doek gaat open en je denkt, ik ben gecharreld. Nou, ik heb maar jij bent ook wel een van de weinige mensen dat ik ken die acteurs zijn, die er wel in geslaagd zijn om dat te kunnen doen. Absoluut. Ook. Dat is wel... Allee, die dat letterlijk kunnen zeggen, ik ga comedy doen en dat werkt keihard bij u. Ja. Terwijl er zijn er... Omdat jij voor een of andere reden... Zet jij niet iemand die dat zo... Wat veel acteurs wel doen, als die zoiets met comedy proberen, is die maken er te veel een verhaal met nutteloze details bij. En jij hebt toch de neiging om meteen naar de grap te gaan. Of naar iets te gaan dat... Die observatie is direct juist... Ja. Ja, voor mij is ook het verschil tussen zijn en spelen. Een comedian, dan ben je. Een acteur, dan speel je iets. En veel andere acteurs die comedy proberen, die spelen comedian. Terwijl Adriaan is Adriaan. Mm-hmm. En dat is zijn sterkte dan. Ja. Iets wat jullie ook doen. Hè, jullie maar dat heeft Bert toch ook. Bert is ook... Ik vind Bert een keigoeie acteur.
Ik heb met Bertis geacteerd ook. En Bert is ook de koning van de Viking spot. Waar ik heel lang aan Mobile Viking. Trouwens, dat was wel in. Mobile Viking, maar dat is keigoed. Ja. Wat zeg je? Dat was wel inleven, zeg ik. Ja. Dat was better acting. Ja. Ah, wel, ja, maar dat is keigoed gespeeld ook, want jij kunt ook keigoed spelen. Dat weet ik niet. Ik speel wel graag. Maar het is. Ja, maar jij kunt dat ook. Ja, maar ik kan niet zoveel. Mijn probleem met theaterschool was dikwijls dat ik niet veel karakters kon. Dat ik altijd een beetje mijn eigen speel. Of zo. Maar dat elke wat tekst. Wat op zich al intensief genoeg is, hè, je eigen spelen. Soms is jezelf eigen. is al moeilijk genoeg. En vervelend. Dat vond ik altijd een mooie van Christian Bale, dat ze die nooit in hun interview vroegen wat hem gemeen had met het Patrick Bateman-personage. Hè? Van American Psycho, tegen ja. Hem zei van, hoeveel van uw eigen hadden erin gelegd? En die zo, nothing, he's a fucking psychopath. Dat was zo, are you kidding me? Heel goed wel. Ook wel een keigoed antwoord eigenlijk. Ik wou het nog over iets... Sorry. Ja. Wat ik het liefste zie, hè, en dat is bij Bert en bij Alex en bij Mart Kamaerts en bij Michael van Peel en zo. Wat ik heel graag zie, is... en bij acteurs ook, hè. Mensen die, als je van de scène stapt, niet zoveel verschillen van de mensen die op de scène staan. Ja. Mm-hmm. En ja. Buiten het feit dat de Bert in het begin dacht ik altijd, die is echt heel dronken. En soms was dat ook wel zo, maar soms ook niet. maar dat zie ik heel graag. En dat zie ik ook graag bij acteurs, bij comedians. Ik zie niet graag comedians. Hè. De eerste keer als ik De Geup ontmoette, dacht ik van, doe maar even gewoon. Tot hij op het podium stond en dan dacht ik, ah ja, maar die is zo. Ja. Goed. Top. Heerlijk. Ja. Andersom had ik dat bij Hans Steeuwen, waar ik nooit zo'n grote fan van was. En nog altijd niet. Ik vind dat niet het allergrootste. Heel veel mensen vinden dat een soort halfgod. En ja? Ik bedoel, die is belangrijk voor cabaret en comedy. Maar ik was nooit de grootste fan. Totdat heeft nooit in Joker gespeeld, maar die was wel ooit op het terras van de Joker. En, ik was erbij, en Alex was er ook bij. Waren jullie er ook bij? Ja. Mm-hmm. Yep. En die was gewoon zo. Zo, ja. Is gewoon en dan zo. Dacht ik ook, ah ja, die is zo. Ja. Die roept tegen iedereen en die scheldt iedereen uit. En die maakt de politie voorbij kwam gereden en die zo, hallo de flikken, hallo. En dan zo naar iemand op straat liep met een fiets en zo, hey, hallo, heb je wat drugs? Heb je toevallig drugs bij? Heb je drugs? Zo, en je denkt, oh ja, die is gewoon zo. Die is gewoon echt zo. En dan, is mijn respect voor die... Ik dacht ook dat gespeeld was, hoe die op het podium deed. Maar die is gewoon zo. Dus dat is wel Maar dat vind ik fascinerend. En dat zie je ook in de Joker. En dat zie je met bijvoorbeeld open mics. Of met dat er personages of mensen zijn die iets komen doen. En die komen iets doen. Ja. Mm-hmm. En die spelen dan, ik ben een comedian. I love him, hè. Sander de Rijken, ik vind het een van de grootste comedy-genieën die we hebben op dit moment. Hè? En zeker mij voor bekeken en alles. Maar in het begin was Sander een kerel die dacht, ik moet zo comedy doen. Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Iedereen die begint, want we hebben Sander natuurlijk zijn hele traject gezien, maar iedereen die begint, spiegelt zich wel aan iets. Tuurlijk. Mm-hmm. En dan, ja, daarna vind je je eigen stem. Had heel goed naar Alex gekeken en die wist... Ja, en die wist hoe dat op een podium moest staan. Maar uiteindelijk is Sander wel... Allee, dat is fantastisch, hè, wat hij nu doet. En zo hebben we nog een paar personages die zo in het begin speelden, ik ben een comedian. Ja. Terwijl maar wij hebben dat nooit moeten doen. Hè, we hadden het er maandag ook over, maar Alex... Alex heeft dat niet gedaan. Hè. Jawel, want Alex, in het allerbegin was jij ook... was jij ook geïnspireerd door Eddie Murphy bijvoorbeeld? Mm-hmm. Zeker. Het enige was, wat ik wel heel rap had, was dat ik zo ik denk dat ik nou een paar keer gespeeld heb, voor mijn eigen zo de beslissing had gemaakt van, ja, ik kan vooral babbelen over wat mij interesseert. En de chance was dat ik zo een paar uitgesproken interesses heb.
Ja, namelijk zowel popcultuur als bijvoorbeeld metal. Hè. Ik heb dat één stukje over heavy metal en punk heeft mij letterlijk een levenslange following van metalers opgeleverd. Hè. Ja. Terwijl ik denk, als je het allemaal optelt, dat geen 5 minuten is dat stuk duurt. Nee. Maar wel 5 minuten meer dan om het even wie ooit over metal gedaan heeft. Hè? Misschien behalve Jim Brewer. Vertrok ook van het ergens dat je door het, wat je bij Jim Brewer ook hebt natuurlijk. Ja. Je weet dat dat een metalhead is. Ja. Want je hoort dan wat hij zegt, de door, ah ja, die weet wat daar grappig aan is. Klopt. Hè? En dat zijn zo'n aantal van die dingen waar ik denk ik ook een beetje wat chance mee heb gehad ook. Hè? Want het is ook soms een beetje een element van in wie dat jij zijn, maar ook right time, right place of zo. Dat je zo net dat één ding zegt dat u lanceert bij bepaalde mensen. En dat ze zeggen, oh ja, daar kennen we die van. Mm-hmm. Ook met die geluidseffecten en dat soort dingen. Dat veel meer aanwezig was in het begin bij mij dan nu. Ja. Maar ja, dat was gewoon zo'n samenval van omstandigheden. Maar zeker toen ik begon, was dat heel hard... Eddie Murphy, Robin Williams, hè, zo die een hele hoge energiestijl, zo heel en hard gaan. Bij wie was dat? Jij, Bert? Wat waren jouw invloeden toen? Weet je dat nog? Ja, weinig. Ik keek niet zoveel comedy. Hè. Ik kwam ook echt uit theater. Ja. En ik kende Joep van het Hek, Hans Thewe, Toon Hermans. Dus ja, gewoon shit. Hè. De dingen die iedereen kent. Usual stuff. De klassiekers, ja. Ja. En ik had niet echt een voorbeeld, maar ik heb dan mijn ding met Patrick, mijn PDW, die heeft mij zo wel op gang gezet. En toen hadden die Hertzberg, hoe heet die nu weer? Die met de roze bril. Mitch Hedberg. Mitch Hedberg. Ja. Die mij iets laten zien, omdat dat ook zo wat in de mind zat en zo. Mm-hmm. Ja. Gezien. En Bill Hicks. Maar dat heb ik allemaal pas als ik al een jaar bezig was. Toen was je al met comedy bezig dat je dat soort dingen allemaal ontdekt hebt. Ja, interessant. Mm-hmm. Ja, en ik had mijn persoon depressieve, dronken... Ik heb ook heel lang gedacht dat jij de schrijver waart van de Helaasheid der Dingen. Heb ik ook heel lang gedacht. Ja, Dimitri Verhulst. Ja. Kan ik me wel ik voorstellen. Ik heb dat echt kei lang gedacht dat jij Dimitri Verhulst waart. Dat dezelfde persoon was? Ja, tot ik die echt ontmoette. En dan dacht ik, oh nee, dat is niet de Bert Gabriels. Dat was heel raar. Ja. Ik heb dat wel heel lang gedacht. Ik dacht ook altijd dat Janet Jackson Michael Jackson was. Dat heb ik ook jarenlang gedacht. Dat is nooit bewezen dat niet zo is. Hebben die ooit samen... Nee. Oh jawel, die heb je wel ooit samen. Scream hebben die samen gemaakt. Ik heb ook heel lang gedacht dat Fokke van der Meulen was. Dat is ook dat is niet waar, nee. Dat zijn geruchten. Fake news. Fake news. Fokcast. Wat ik, dus, ja, show 1 was inderdaad dus 9 april 2000. Maar dan heb ik even gezien dat helaas natuurlijk op 25 april stierf Tony Bell. En ja. Dan, hallo, annuleren. Op 25 april stierf Tony Bell. En dan hebben wij even zien, hè. De volgende... Dus de tweede comedy show was zondag 30 april met terug Alex, Nigel en een zekere Geert de Waal, waarvan ik niet eens meer weet wie dat is. Ik denk niet dat hij nog comedy doet. Dus dat was de... Ik dacht dat je nu echt ging zeggen, ik weet niet of die nog bestaat, dacht ik dat je ging zeggen. Het enige wat ik wel kan zien is dat het toen wel al naar 8 uur was vervroegd, het uur. Dus dat is al belangrijk. En dan de derde show in de Joker was een tribute to Tony Bell. Just. Een foto getrokken backstage bij Comedy Casino Festival, of het festival denk ik. En Alex en Adriaan staan erop. En voilà, dat was zondag 7 mei in Café de Joker. Dus de derde show was een Tony Bell tribute. Weten we daar nog iets van? Ja. Heel veel. Jij ook. Vertel, Adriaan.
Ja, ik weet nog een paar dingen. Ik weet dat ik een paar moppen ook voor Tony Belt had. Dus dat het niet allemaal Tony Bell originele waren. Ah, ja. Hoewel dat er wel een heel aantal bij waren. Ik had wel echt geluisterd naar stuff ervan en moppen daar letterlijk van verteld. En wat we allebei gedaan hebben. Maar ik had ook de Gilbert Gottfried joke van het meisje zonder armen en benen. Ah, die heb ik onlangs ook die nog zo, verteld. Op het strand, op ja. strand ligt, hè, dan die. Well, you fuck now! Hè, dan ja. die. Maar die had ik dan voor Tony Belt eigenlijk, naar Antwerps toe. Ja. Dus er zaten wel een aantal dingen bij, maar ik weet nog wel dat dat een hoop gezelligheid was die avond. Dat weet ja. ik nog zeker wel. Absoluut. Kijk ik al. Weet nog dat, want Alex, jij woonde toen nog vlak bij de Joker. Ja. ja in de schooi. En dan hebben we heel de namiddag bij u thuis moppen zitten opschrijven. Ja. Eén namiddag bij u in de zetel, gewoon op, die mop en die mop en die mop. En het ja. rare was, in die end, begin de moppen te vertellen. En zeiden zelfs nog, maar zo jong dat wij waren. Ja, ja man. Waanzin. In die end beginde wel mm-hmm. te associëren. En dat is iets wat mm-hmm. ik een paar weken geleden met Fokken en Sven de Ridder en Brik en zo ook op gehad heb. Namelijk dat iemand vertelde mop over een vliegtuig. En ineens in uw kop schieten 15 moppen over vliegtuigen binnen. Of de associatie mm-hmm. van... shit, ah ja, oké. Okay. En we hebben toen, denk ik, 150 moppen verteld. Ja. En ik kan nu mm-hmm. Bart Peters-achtig overdrijven, dat kan zijn. Maar nee. ik denk dat we toen heel veel moppen hebben verteld. Dat moet, hè. Want ja, we hebben toen een paar uur moeten vullen, hè. Dus mm. dat is ook zo. Ja. En dat is dat... wel ook... Sorry? Ik denk dat ik erbij was, maar... Jij ja, was erbij, want jij bent komen kijken toen. Wat? Jij bent komen kijken toen. Ik denk het wel. Ik denk dat ik die eerste... Er zijn nog avonden geweest, hè, misschien. Ik weet het niet. Maar ik denk dat ik die eerste... Want er waren ook, dat was mijn plaat. Hè, de plaat ja, van ik heb toen een plaat opgezet ook van Tony Bell. Ja. Mm-hmm. Ja, dat is... Mijn fascinatie met Tony Bell is toen ook wel begonnen of zo. Ik had dan ook een paar van die platen en... Dat is wel doordat die was toen overleden. Dan heb ik daar zitten opzoeken. Wie was dat dan? Dan moeten we iets rond doen. Dat is een Antwerpse humorist. En dan hebben we dat binnen redelijk snel die avond gedaan. En dan is mijn interesse is wel geprikkeld. En nu doe ik met Sven en Brik doe mij die Tony Bell avonden. En dat is eigenlijk geboren. Dat was de derde avond in de Joker. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder. Weet jij eigenlijk, ik spreek nu vanuit Alex en vanuit Bert. Ja. Weet jij dat jij een soort founding father bent eigenlijk? Ja, ongeveer. Nee, maar ik meen het. Dat mensen aan mij vragen, zeg, kende jij Fokke van der Meulen? En dan zeg ik, natuurlijk ken ik Fokke van der Meulen, al sinds mensenheugenis. Sinds wat, 95 ongeveer, ja. Mens die veel mensen heeft samengebracht, die mensen heeft ontdekt, die mensen heeft... Een plaat gegeven. Mensen, ik ga nu niet aan uw gat likken, hè? Nee, maar liever niet. Dat is wel zo. Ja, dat is. Nee, kijk, dat voor de karspannerij, waar ik het bij Alex. Ik weet wel dat dat zo is. Vertaalt zich soms ook in dat ik mensen bij elkaar breng en in mijn enthousiasme mensen connecteer. Maar wat ik ook leuk vind om te vertellen, is dat de vijfde avond in de Joker op 21. Op 21 mei 2006 was dit De Troepen. Een comedy collectief met Bert Gabriels, Sepp Toremans, Tim Fonke en Joost van der Kastelen zijn naam verkeerd geschreven. Want daar ontbreekt een E en dat moet aan elkaar. En die C moet geen hoofdletter. Maar voor de rest, helemaal juist. Sepp Toremans zijn naam wel juist geschreven deze keer, dus dat is al goed. Dus de tweede keer dat Bert in de Joker zat... Jij was toen een collectief, Bert Gabriels. Ja. We hadden op de Gentse feesten, dat is de zomer ervoor waarschijnlijk, hadden wij eens gespeeld samen in een line-up voor een publiek dat niet helemaal mee was of zo. Of, ik weet niet hoe het kwam. Maar in ieder geval, we hadden beslist van... wij zouden liever gewoon... doen wat wij graag doen, in plaats van ons te moeten aanpassen aan het publiek. Dat was het idee. En Joost van der Kastelen deed al wel eens rare dingen op het podium. En Tim
deed heel rare dingen op het... Maar dat was toch... fucking hell. De biefstuk van Team Fonke. Dus dan nodig je iemand uit het publiek om dan naast hem te komen zitten op een stoel. En de act was dat men echt een biefstuk in haar gezicht smeerde. Dat weet ik zelfs niet meer. Dat heb ik nooit gezien, denk ik, hoor. Ja, maar die had echt... Die durf wel echt speciaal dingen doen. En ja, en Peppe was ook wel weird dan. Dus wij gingen allemaal de meest normale van die vier. Dus als, dan werden wij geboekt door uiteindelijk toch maar gewoon de parochiezaal Huppel de Pup. Waarbij echt niemand snapte wat er gebeurde. En dan, nee, jongens. Hoppen om ze toch, om ze zo nog wat te bewijzen dat we comedians waren of zo. En marcheerde dat altijd, of niet? Maar soms, als dat marcheerde, marcheerde dat vreed goed. Ja. Alleen hebben wij niet het publiek gevonden dat die combinatie. Dat maar is het niet ook inderdaad dat jullie zo divers zijn dat er altijd wel iemand scoort, maar ook iemand niet? Is dat niet... Ja, dat is waar. Het was ook, want wij deden ook alle vier echt iets anders. Ja, precies. Maar als het werkte, had ik het gevoel, dan werkte het wel. Geen was. Hè. Dus, maar ze moest... omdat het publiek heel dronken was? Of twee, omdat het een optreden was voor extreem drugsverslaafden? Of C, omdat jullie heel dronken waren? Kan ook, natuurlijk. Ik denk dat het alleen maar werkte als het alle drie voorhanden waren. Ja. Ik heb hier trouwens op harde schijf ook wat fotootjes gevonden van die avond. En het mysterie van wanneer is Fokker beginnen MC'en is gelijk opgelost. Want ik zie hier een foto van mezelf dat ik aan het MC'en ben. Toen heette dat MC'en. Hè. Je kunt inderdaad zien, we hebben een rare dikke kop. En ik herinner me nog letterlijk dat uw gezichtsuitdrukking de hele tijd was. Wat zeg je? Wat zeg je? Dat was echt uw gezichtsuitdrukking heel de tijd. Zo aan bijna verontwaardiging dat je het publiek moest aanspreken. Ja. Door, je wordt kwaad op van alles. Ja. Je hebt niet veel anders gekeken dan zo, denk ik. Nee, dat klopt. En dit is geen Fonke, niet toch was. Ook? Ja. Wat? Ja, ik denk dat de Fokke die dat we hebben leren kennen daarna, als... vrolijkere kwaaie man, die was er toen nog niet. Nee, dat bestond. Nee. Op het podium niet. Nee, op het podium niet. Nee. Toen worden gewoon kwaad. Ja. En dit is inderdaad Tim Fokker, die hier naar iets wijst. Toch gave. Dat vind ik jammer, hoor. Ik bedoel, toch een heel bijzondere stem, hè? Een heel bijzondere talent, hè, Bert? Ja. Echt heel spijtig dat hij niet meer optreedt. Hij heeft een paar boeken geschreven, romans. Ja. Geschreven, maar hij kon echt heel goed spelen. Had eigenlijk ook een heel goede set van 20 minuten, die eigenlijk heel goed zat. Maar hij wou altijd, hij ging altijd wel naar het randje. En ook waar we het daar straks over hadden, namelijk, en Tim is een geweldige kerel, maar hij was een soort Herman Brusselmans imitator. Waar heel moeilijk is, denk ik. Goh, ja, eigenlijk is dat niet waar, hè? Maar inderdaad, Brusselmans had dan zo'n type en een accent dat het leek op wat Tim deed, maar... Wel ja, maar dus mensen zagen hem als... Ah ja, die gast toe Herman Brusselmans na, ja. Terwijl hij deed dat niet na. Maar dat is, hij dat deed echt dat toch... niet na. Hij deed toch wel... En dan hadden we Joost van de Kastelen natuurlijk. Ook een soort force of nature eigenlijk, hè, die man. Ik ben ongelooflijk... Wat? Een Mongooltje. Nou, wurg dat even. Een ongelooflijke kerel, hè. Ook die waanzinnige blik in die zijn ogen is altijd fantastisch. Ja, dat ik heb ooit met hem samen in Mag ik u kussen gezeten. Ja. Tegenover Veronique de Kok. En, dus dat is op zich al grappig. En waarop hij zei tegen Veronique de Kok:
Vind je mij niet mooi dan? Vind je mij niet mooi? Maar Veronique de Kok, denk ik, haar vulva geïmplodeerd is op dat moment. En dat was, ik moest daar heel hard naar lachen. Mm-hmm. Ja. Voilà, dit zijn wat foto's van Bert Gabriëls. Die... Het was toen ook al een zwaar drank- en drugsprobleem, zoals je duidelijk ziet op de foto. Bert, jongen. Dat is goed, hè. Oh. Gelukkig ben jij ooit nog een mens geworden, Bert. Ja, ja, ja. Hoe lang heb je dat lange haar gehouden eigenlijk? Want je hebt op deze foto verschrikkelijk lang haar. Wanneer heb je bedacht, was dat voor zonde van de zendtijd? Nee, toen had je dat ook nog zeker. Ja, de eerste ding. Lang haar en ja, ik wou niet per se lang haar hebben, ik ging gewoon niet naar de kapper. Dus dan is dat een automatisch gevolg. Ja, maar dus ja. Als ik dan eens naar de kapper ging, was het korter. Dus ja. Daar ging het gewoon wat van. Hier worden wel waarheden verteld waar we niks tegen kunnen inbrengen. Nee, daar kun je niks tegen inbrengen. Ja, ik had eigenlijk... Het plan was nooit dreadlocks. Ik heb mijn haar gewoon niet meer gewassen voor 3 jaar. Als ik dat... Oh, zei Bob Marley ooit. Zeg, Fokke. Ja? Ik heb van de... die avond van de troepen heb ik de opnames nog. Ah, dat is wel gaaf. Dat is wel cool. Die zou ik echt wel eens willen horen, ja. Dat weet ik zeker. Ik heb daar gefilmd, hè. Ah, oké. Okay. Ah, super. Ah, ja, met een camera aan, bedoelde. Met een camera, zo, ja. Zo met een camera. Hey, weet je wat me opvalt? Was Seppe Toremans toen er niet bij? Of, want er zijn geen foto's van. Nee. Die pakte niet toen op foto, nog foto, hè? Nee. Dat gaan niet, die ogen gaan niet op die foto. Misschien moest hij daarom MC'en, Fokke. Ah, omdat Seppe normaal ging MC'en of zo. Het zou wel kunnen dat hij er niet was dan, want anders zou er nog foto's van zijn. Ja, al, ja, het zou heel raar zijn dat er wel foto's van mij zijn en die van Seppe. Meestal was er ook iemand die, want dat was ook de troep. Organisatorisch was het ook een beetje een troep, zeg maar. Dus, ja. Ook altijd, hè, in de Joker. Ja, kijk, het nadeel van het feit dat mensen in de Joker en dat dat een beetje vrijblijvend is dat mensen dat ook wel redelijk makkelijk afbellen of afbelden. Nu is dat eigenlijk de laatste paar jaar, ja, nu zijn we die open, dus hebben wij alles moeten afbellen. Maar is dat de laatste jaren, eigenlijk valt dat wel heel goed mee. Maar in het begin was het wel zo van, ik heb niet zoveel zin, ik bel het wel af. En Fokker regelt het wel. Maar dat is godzijdank ook wel een beetje gebeterd. Goed, heren, ik wil... heel veel telefoon gekregen van u, en ik denk Alex ook, en Bert misschien ook. Ja. Hey, Ad, hoe gaat het? En dan denk ik, goed, daar gaan we. Maar goed, het heeft je wel een voorstelling morgen, opgeleverd, zeg ik dan maar. Dat morgen is ging normaal... kan jij dan eventueel iets leuks komen doen... En dan denk ik, Joh, je hebt daar een hele carrière aan overgehouden, dus wees blij. Wees blij. Heren... Ik kan u maken en ik kan u breken, Fokker. Dat zeg ik ook altijd. Ik heb nog een paar vragen van het interwebs, de mensen van het internet. Dus ik heb gevraagd via Twitter en Facebook of er mensen vragen hadden. En daar zaten zelfs een paar interessante vragen tussen deze keer. Maarten Wijn vraagt... Kijken ze nu met fierheid terug naar de grappen van de eerste shows? Of willen ze dat niet te veel meer terugzien? Alex? Jawel. Nee, ik vind het nog altijd goed. Allee, ja. Ik heb zoiets van, die is na nog altijd niks beter. Dus... Sorry, dat kon ik niet laten. Nee, ik denk een beetje dubbel. Hè. Je kijkt er naar... Sommige dingen denkt er nog altijd ja, en andere dingen denkt er zo, wouldn't do that again. Maar ik denk dat een beetje zoals altijd is. Dat is zo'n soort, het is een momentopname. Hè. Het is een moment in je leven, het is een moment in een tijd. En er zitten dingen bij, hè, wat je bij u denk ik ook wel, Adriaan, omdat jij nu zo'n soort best-of maakt en er zitten stukken in. Er zijn nog altijd dingen waar je van denkt, hey, deze is nog altijd goed. Ja. En er zijn andere dingen waar je van denkt, dat was heel hard van zijn tijd of zou nu niet echt niet meer werken.
Dus ja, nee, ik denk oké. Ik schaam me er zeker niet voor. Ik kon ook niet ontkennen dat ik het gedaan heb. Dat is ook wel mogelijk. Maar ik ben wel een andere persoon als comedian, ook nu, dan dat ik toen wel was, denk ik. Maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat in plaats van fierheid of schaam of weet ik wat, dat je er ook wel een soort positieve nostalgie naar hebt van, ach ja, dat was eigenlijk wel tof. Dat was vooral een hele toffe tijd. Ja. Begin van de Joker en heel die, het begin van heel die stand-up comedy boom in ons land en heel die een troep getalenteerde mensen die zo allemaal met hun neus in dezelfde richting stonden voor een hele rare zo soort samenval van omstandigheden in de tijd, waardoor dat ineens een scene heeft gecreëerd en een ja, een plek vooral, gelijk de Joker, hè. Ja, dat was echt heel, heel tof, ja. En vooral een acceptatie. En ik denk ook voor de Bert en een Henk, dat die dan een tv-programma hebben gekregen, wat een heel, heel, heel goed programma was. Ja. Laten we dat niet onder stoelen of banken steken, dat was gewoon een topprogramma. Ja, absoluut. Dus zij hebben dat gekregen. Allee, ik bedoel dat we allemaal een forum hebben gekregen, dat jij ook sportpaleizen hebt kunnen spelen. Dat zijn allemaal wel heel belangrijke dingen. En die hebben we voor een klein stuk, of misschien voor een groot stuk, ook wel aan de Joker te danken. Dat mensen daar kwamen kijken. Dat mensen kwamen kijken van, shit. Voor een groot stuk zelfs, denk ik. Ja, tuurlijk. Van, hier is wel iets aan de gang. Ja. Die boys zijn wel aan het spelen. Die zijn wel iets aan het doen. Er gebeurt wel iets. Ja, want... Ja, een beetje terugfokken. En nu wat op terugkijken, zo van, ja, dat was al leuk en al. Maar dat was... Voor de Joker was ik... ben ik er nog? Ja, absoluut. Ja. Je zit er nog. Ik was niemand. Hè? Dus ik was aan het zien of ik met die comedy het ging doen en zo. En elk optreden dat daar gaat, dat daar marcheerde, die eerste avond, het feit dat je met een Alex en een Adriaan op dat podium mocht staan, dat is... Allee, als je dat niet had, had ik nooit van mijn eigen gedacht dat ik het kon, of dat ik een comedian was. He, dus de tijd dat je die kans hebt gekregen om te denken, oh, misschien kan ik hier. Dat zou je zonder zo'n plek zou dat niet hebben. Hey Bert, Adriaan en Alex hebben allebei... Of ja, Adriaan is nu bezig aan een best-of. Alex heeft dat al gedaan. Is dat iets? Kijk jij soms naar oud materiaal terug? Of denk je van, ah ja, ik zou dat misschien ook wel eens in een nieuw jasje kunnen steken? Hoe kijk jij naar jouw materiaal? Ik heb wel het gevoel dat zo dingen die goed waren... het is lang geleden dat ik nog eens heb teruggezien of gehoord. Hè, maar dingen die marcheerden toen, ben ik wel nog altijd trots op. Ja. Ik heb van, ja. Dus dat blijft wel werk. Er zijn weinig dingen, denk ik, waar ik me voor schaam. Buiten je lichaam, dan bedoel je. Buiten je haar, ja. Buiten een aantal dingen die ik gedaan heb toen ik niet op het podium stond in die tijd. Daarom gaat het podium staan, hè, dat je vanaf dat moment niet meer schaamt. En dan weer wel... Ja. Dat was ook een redelijk unieke tijd, hè? Dat je zo allemaal, gelijk dat jij zegt, Bert, er was ook geen hiërarchie onder ons. Hè? Als wij allemaal bij elkaar zaten, waren wij gewoon een bende comedians bijeen. En dat was ook heel plezant, vond ik. Maar dat heeft die moment ons allemaal gemaakt, hè? Ja. Of mij gemaakt. Mm-hmm. Ja, we moeten natuurlijk wel nog bijzeggen. Ik vind wel dat we bij moeten zeggen dat Joker niet het eerste café was die dat deed. Hè. Je had de trucendoos, had je al in staatsgegeven. En je had natuurlijk de Buster, wat een podiumcafé was. En waar ook één keer per maand al toen een paar jaar comedyavonden doorgingen. Bal Infernal in Gent. En Bal Infernal in Gent. Je had er wel zeker een aantal. Maar de Joker is wel de eerste dat ik kende die eerst vooral wekelijks al. Ja. Wat al redelijk zot was, dat echt een enorme regelmaat had. Ja. En dan natuurlijk ook nog eens die open mic-avonden. Hè. Ja, klopt. Er is ook nog in bijgekomen elke woensdag. En dat gevoelde van, ja, het is vooral die regelmaat en dat constant. Ja. En waar de Joker ook wel een van de eerste in was van een paar echt grote internationale namen binnen te krijgen. Ook, hè. Ja. Mensen zoals Theo Maassen en zo, die dat nog nooit gedaan had in België, een try-out in een café. Hè. Nee.
Dat heb ik allemaal aan Wim Helsen te danken. Hè. Daar moet ik Wim Helsen... Al die Nederlanders van Toemler, dus Wim Helsen en Hans Sibbel, Lebbis, dat is allemaal via Wim Helsen gebeurd. Gelukkig dat hij het ook leuk vonden om daar te komen spelen, dat ook daar verder ging en dat er de anderen ook wilden komen. En dat Wim ze niet heeft moeten sleuren, dat het eigenlijk... dat als de ene had gestaan, dat hij zei van ja, het is daar leuk spelen en dan kwamen de anderen ook. Maar Wim heeft dat wel in gang gezet. Ja, oké, Fokke. Dat is waar, dat Wim dat gedaan heeft. Maar het heeft ook te maken met een soort ongebreidelde... brutale gastvrijheid die jij ook hebt, hè? Dat is ook zo. Dat is gewoon, je bent een eikel, maar een eikel die je gewoon graag ziet. En zo heb ik je leren kennen. Jij bent gewoon de grootste klootzak die er bestaat om graag te zien. En dat je gewoon zegt van, ja, fuck you. Hey, fuck you, maar ik zie je zo graag. Allee, bedoel, en daarom speel je ook graag bij je. Daarom, als je bij u speelt en je moet daarna nog in die muffe, smerige kelder dan nog een podcast doen, dan heb ik iets van, ah, fuck it, ik doe dat wel. Dat is voor de fokken. Dat is wat mijn manager ook altijd zegt van, is voor de fokken? Ah ja, fuck it, het is voor de fokken. Dus dan denk ik ook altijd van... Dus dat zou een t-shirt moeten worden. Fuck it, het is voor de fokken. Gewoon dat. Ja, heel goed. Als we weer in de financiële problemen komen met de Joker, als de lockdown nog lang duurt, dan maken we dat t-shirt. Maar dat is toch. En ik denk dat wij alle drie nu tegenover u kunnen zeggen van, ja, eender wat dat jij ook vraagt, en je kunt dan wel zeggen van, ja, de mensen bellen gemakkelijk af en zo. Ik denk dat wij ook van de drie zijn die, als je belde, zeiden van, ja. Ah, fuck it, het is voor de fokken, kom maar. dat is gewoon... Dat is absoluut waar. Ja, het is ook een redelijk unieke plek, hè? Want als je zo kijkt naar plekken als Toomler in Amsterdam, waar een heel cool Amerikaanse stijl comedycafé met al de show erop en eraan is. Maar als je bij de Joker binnenkomt, dat is pure ongebreidelde anarchie. Hè? Dat is echt letterlijk zo dat podium op. En you're either gonna die or it's gonna go well. Maar ja, dat is een beetje de punk metal. Ja, we hebben een beetje gezien wel. Dat is een beetje dat. Hè? Ja. En dat is ook wel heel tof, vind ik. Ik hou wel van die echte... Ja, dat is een beetje... De Joker is een beetje de CBGB's van de comedy scene bij ons. Ja, ik denk dat jongens, nu wordt het een beetje te veel van de vleierij. Nee. Ik ga nog een vraagje stellen. Totaal niet, ik heb de zetels van dat kot betold, jongen. Dat is de CBGB's van de fucking comedy. Wat zijn die gaan allemaal aan het zingen? Dat is waar. Tom VDJ, die vraagt... Vonden ze de Joker niet klein toen ze er voor de eerste keer speelden? Of hebben ze in hun carrière in nog kleinere comedy-plekken gestaan? Ja. Ja? Ja. Ja, ja, niet veel. Het is wel bij de kleinste, ja. Dat is het zeker. Ja. Maar je hebt zo'n ding in Leuven, denk ik. Dat was zo... waar je zo precies in een open aard staat. Dat is zoiets kei raar. Weet je wat ik bedoel? Weet jij wat ik wil zeggen? Dat is in de Muntstraat is dat. Zo van boven. Hè? Ja. Het is zo'n trap naar boven en dat je daar staat, stond precies in de open aard. Dat je zo denkt, wauw man, je die is misschien plots weer te bewegen. Nee, dat is boven de Poske. Café Centraal. Dat is vroeger het Poske. Café Centraal. Ik denk het, ja. Dat is het. Ja. En dan dat is toch ook iets klein, hè? Dat wordt gerund door Gieken. Met zo'n lange stik. Geken. Is van de Rumba nu toch niet? Ja, tuurlijk wel. Dat Gie van de Rumba. Ja. En de beste uitspraak van Gie is ooit... Die had vroeger een discotheek. En die zei dan... Andriaan, ik kan zien aan mijn vuil of ik een goeie weekend heb gehad. Alex heeft het niet gehoord, denk ik. Dus hoeveel vuil dat ik heb, dan heb ik een goeie weekend gehad gewoon. En dus met die lange ziek, en die zei ook altijd tegen mij, jij bent bij mij begonnen. Ja. Dat ging ook altijd tegen mij. Ja, dat was. Maar Disco Bar Galaxy, de eerste show van Disco Bar Galaxy, was ook in de Roomba, hè? Mm. Ik heb hun ontdekt, gewoon. Als je nog eens iets wilt doen met comedy en zo, dat kan bij mij, want ik heb dus een café. Klaar, ja. Ik van de Roomba. Maar dat is dus inderdaad de Roomba. Kenneth Vestians vraagt: heeft de airco ooit gewerkt? Kenneth?
Kenneth Festians. Dat is, ik ken die gast, een toffe gast. Ah, ja, die vraagt of de airco ooit gewerkt heeft. En het antwoord is nee. Die airco die hing daar. En jawel, die heeft ooit gewerkt, want ik heb ooit gespeeld... Ja? Dat er uit de airco heel de tijd water droop, weet je niet meer? Ja, dat we uiteindelijk juist. Mijn glas... Oh, man, ja. Die ja. airco. En je zegt van, als iemand dit wil opdrinken... Kijk, voor heel de avond gratis drank. Juist. Wat een airco. Echt waar. Ja, dat weet ik nog. Één vraag en dan gaan we er een eind aan breien. Kasper, Ad de Luchtfietser op Twitter. Jullie lachen veel met elkaar schrappen, maar hoe vaak speelt er jaloezie in jullie achterhoofd? Zijn jullie af en toe jaloers op iemand anders zijn grap? Nee. Als je mee jaloers bedoelt, dat ik bijvoorbeeld... De Hallo? De Bert had vroeger een paar grappen dat ik die hoorde, dat ik dacht, fuck, ik wou dat ik die verzonnen had. Ja. Dat stuk van de Adriaan, met al die beginnen van een theaterstuk, dacht ik, fuck, geniaal, daar had ik om moeten denken. Ja. Maar dat is niet zozeer, dat is zeker nooit afgunst. Dat is meer een soort gezonde, godverdomme, dat ik daar niet ben opgekomen. Maar dat heeft nooit te maken met dat je dat die persoon niet gunt die je dat verzonnen heeft. Je vindt dat kei cool. Je denkt alleen, ah, shit, dat ik daar niet aan gedacht heb. Maar tegelijkertijd is de manier waarop dan een andere komiek het vertelt ook nooit de manier waarop dat jij het zou vertellen. Ja, dus het mooie eraan is dat waardeloze tijdverspilling is. Zo, dat kun je alleen maar hebben met... Als je nu zou zeggen dat je zo comedian zit waarvan dat het niet uitmaakt of ze mekaars materiaal doen, maar dan maakt het ook sowieso al niet uit. Want van al de goeie... Ja, die doen alles op hun eigen manier. Dus je kunt alleen jaloers zijn op die hun geest. En denken van, godverdomme man, die heeft toch een kop. Daar kom ik toch niet bij. Maar dat hebben die dan waarschijnlijk ook met u. Ja. Dus dat is gewoon zoiets dat ik meer mooi of leuk vind eigenlijk. Dat iemand die het kei tof verzint. Ja. Ik kan me wel voorstellen, Bert ook bijvoorbeeld, dat je inderdaad... Een one-liner, hè? Jij schrijft ook wel one-liners. Hij denkt, godverdomme, dat is een one-liner. Die had ik ook kunnen willen schrijven. Mm. Ja, vaak. Elke keer dat je wel ziet dat iemand en die doet iets goed, denkt er van, allee, nee. Je ziet ze liggen. Iemand uitgeplukt heeft ergens, blijkbaar. Dus dat wel. Maar ik denk, de vraag, wat is zo? Ja, zijn ze jaloers op elkaar? Ik verschoot daar maar van. Als ik in Nederland voor de Culture Comedy Awards, zeg ik zo even gaan, ja, moeten dan gaan toeren als je bij die finalisten bent. Ja. Daar is de scene ook wat groter. Hè? Je hebt wat meer groepjes en klitsjes. Maar dat je daar wel meer echt afgunst had tussen de... En dat heb ik in Vlaanderen eigenlijk nooit gezien. Is dat ook niet een beetje omdat er in Vlaanderen voor iedereen een plaats was en is, en dat er veel meer al was in Nederland, en dat die elkaar, dat er meer concurrentie was, omdat er gewoon ook maar zoveel speelplekken zijn. In principe heeft iedereen hier wel zijn plek. Ja, ik denk. Ik val rond de Joker en zo. Om het even, wie speelt er wanneer? Eerst, laatst. Er is nog nooit iemand die ik heb horen zagen over dat hem te weinig, te veel, te vroeg of te laat moest spelen of zo. Dus dat... Nee, dat klopt. Ja, ik denk wel dat toch gewoon een andere mentaliteit is. Omdat je dat ook merkt bij comedians die echt niet veel voorstellen. Dat je echt denkt, wauw, jij het dat ook al? Jij zit ook al heel de tijd druk aan het doen over wie dat welke kans krijgt. En dat ik denk, Gollen zit allemaal kansloos. We zitten gollen daarmee bezig. Zo, als je het dan niet over echt grote namen hebt of mensen die rivaliteit of dat soort dingen, maar gewoon dat je soms voelt zo onnodig eigenlijk. Vaak. Ja. Ja, dat is ja. Ja, en ik denk ook dat we horen jullie mij nog? Ja, absoluut. Ah, oké. Okay. Nee, ik denk dat er ook weinig rivaliteit is, omdat we één, met weinig zijn, en twee, dat iedereen vanuit ergens anders komt en dat we niet een soort wedijveren van ik ben de beste comedian of ik ben dit of dat. En ik bedoel, ik was gezond jaloers, bijvoorbeeld op Bert, met het programma dat hij met Henk gemaakt heeft. Ik vond dat een fantastisch programma.
Ja. Ik ben naar Alex gaan kijken en ik was jaloers omdat Alex in het Sportpaleis stond. Maar vooral op die gigantische robot die Pupi deed, daar was ik heel jaloers op. dat ik dacht, is het een stuk denk van de show. Maar dat ik denk van, ah ja, ik bedenk dat en we doen dat gewoon. Fuck it, dat. Mm-hmm. En ik ben ook jaloers op de fokker gewoon, omdat die al heel zijn leven, sinds de dag dat ik die ken, vierkant zijn goesting doe. Echt waar. Ongeacht alles, die heeft geen kinderen, die heeft nu een fantastische vriendin, die ben, maar die doet al heel zijn leven zijn goesting. En ik doe dat ook, en ik denk dat Bert dat ook doet. En Bert is denk ik de intelligentste van ons allemaal. En Alex doet dat ook. Maar wij doen gewoon vierkant ons goesting al heel ons leven. Mm-hmm. En dat is gewoon iets waar dat we alleen maar jaloers op kunnen zijn. Of waar anderen jaloers op kunnen zijn. Dat is een heel mooie, dat is mooi gezegd. En ik denk ook dat dat klopt. Ik denk ook dat dat klopt. Ja. Dat was een zeer mooie laatste gedachte. Want we zijn aan het eind van ons gesprek. Ik ben zeer blij dat we even 15 jaar terug in de tijd gingen gaan. Ik zou zeggen, let's go back to the future. En lieve vrienden... Oké, nu moet Alex nog één keer de zin zeggen. Ja, zeg het maar. We're sending you back to the future. Oké. Adriaan van den Hoof, Alex Agnew, Bert Gabriels. Super hard bedankt voor het gesprek. Hey, bedankt. Tot... Peace out, bitches. Bye.